Ketose, best een omstreden begrip. De een zegt het is een fantastische methode voor iedereen om snel en veilig en blijvend af te vallen. En de ander zegt het is hartstikke ongezond, omdat er toch wel wat nadelen aan kunnen kleven. Nou, de waarheid ligt ergens in het midden. En in deze Facebook Live-uitzending alle ins en outs van ketose. Nou, goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Fijn dat je erbij bent. Ik ga zo meteen een aantal mensen welkom heten die ik in mijn schermpje zie verschijnen. Is nu nog niet, maar ik ga eerst even zeggen wie ik zelf ben. Ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En ik heb als grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Het is een prachtige opdracht, een prachtige taak om te doen. En ja, ik doe mijn werk met al mijn passie die ik in me heb. En ik vind het geweldig om elke vrijdag hier live te gaan. Met af en toe vervanging door Ria tijdens mijn vakanties. Maar gewoon om op deze manier mensen te kunnen inspireren en te kunnen helpen. Nou, naast deze live-uitzending heb ik natuurlijk mijn praktijk waar ik mensen één op één begeleid. En ik heb een team van coaches opgeleid die samen met mij allemaal de neuzen één kant op hebben. En met elkaar werken we samen aan onze grote gezamenlijke missie. Nou, wie ik binnen zie komen is onder andere Simone. Ik zie Ati is erbij, Anneke, Ans, Erika, Ria. Nou, hartstikke fijn dat jullie er allemaal bij zijn, lieve mensen. Ik heb eerst aan jou als kijker een vraag. Houd jij je überhaupt wel eens bezig met ketose of zeg je, het doet me totaal niks, ik weet niet wat het is, dus Nettie, alsjeblieft vertel. Nou, kom maar op met je reacties via de chat. Hey Hetty, goedemorgen. Nou, dan voor degene die voor de eerste keer kijken, laat het ook even weten via de chat. Altijd leuk als er nieuwe mensen zijn, maar ik ben ook hartstikke blij met alle mensen die elke vrijdag klokslag 9 uur klaar zit om weer te luisteren naar mijn verhaal. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Hoi Brigitte, welkom. Nou, dan gaan we eerst even kijken wat ik ga behandelen. Om te beginnen, wat is ketose? De een zal het weten, de ander zal zeggen, Nettie, waar heb je het over? Dan de vraag, kun je langer leven door een ketogene leefstijl? Dat is echt de hamvraag. Dan, hoe kom je in ketose? Wat eet je beter niet en wat eet je beter wel? Dan, welke supplementen worden geadviseerd bij ketose? Dan de symptomen. Ik bedoel, mensen kunnen hetzelfde eten en drinken en de een komt wel in ketose en de ander niet. Maar welke symptomen heb je nu dat je echt in ketose bent? Dan, wat zijn de nadelen van de ketogene leefstijl? Die zijn er echt heel veel, maar dat ga ik zo meteen allemaal nuanceren. En welke voordelen zijn er? En die zijn nog groter dan de nadelen. Uiteindelijk is een ketogene leefstijl helemaal niet verkeerd, mits je het op de juiste manier toepast en op de juiste manier in ketose komt. Kom ik allemaal op terug. Nou, dan het recept van zaterdag. Een onvoorstelbaar lekker courgettetaartje. Echt hartstikke lekker. Een heerlijk courgettetaartje met wat salade erbij. Blijf luisteren tot het einde, dan krijg je van mij de ingrediënten. Morgen om 8 uur verschijnt het recept op deze pagina en dan kun je gewoon meteen aan de slag. Nou, en dan uiteindelijk het thema van volgende week ga ik ook nog bekendmaken. Oké, Simone zegt ik moet nog wat kilo's vet kwijt, maar ik meet het niet met de stikjes. Daar kom ik zo meteen op terug, Simone, dat is een hele goede vraag. En ik heb de stikjes hier bij de hand om te laten zien waar je eigenlijk naartoe zou kunnen werken. Maar dat komt zo meteen allemaal, daar kom ik op terug. Even kijken of er meer mensen binnengekomen zijn. Ja, het is wel druk, maar niet alle namen zijn zichtbaar. Ik ga gewoon lekker door met wat ik wilde behandelen. Nou, om te beginnen, wat is ketose? Nou, ik gaf het al aan, voor sommige mensen is het hartstikke nieuw, sommige mensen weten het wel. Nou, normaal gesproken heb je koolhydraten, eet je gewoon als brandstof. Ik bedoel, het is gewoon lekker om koolhydraten te eten, maar ze dienen uiteindelijk als brandstof. En die koolhydraten worden afgebroken, er komen suikers bij vrij, glucose. Die gaan naar de lichaamcellen toe en daar wordt glucose omgezet in energie. Dat is eigenlijk de normale route. Maar als je nou je koolhydraten gaat verminderen op een gezonde manier, daar kom ik zo meteen allemaal op terug, want je kunt niet zomaar een dotje doen. Maar als je nou op een gezonde manier je koolhydraten gaat verminderen, dan denkt je lichaam, help, er is mijn brandstof gebleven. En dan gaat hij de lichaamsvetten gebruiken als brandstof. Dus eigenlijk wordt lichaamsvet dan gebruikt als energiebron. En ketonen, als je dus in ketose bent, dan zijn de ketonen die circuleren in je bloed. En ketonen zijn de afbraakproducten van lichaamsvet. En als veel ketonen in je bloed rondcirculeren, ben je dus in ketose. Met alle voor- en nadelen ga ik het zo meteen allemaal over hebben.
Wat er dus gebeurt, je verandert van een koolhydraatverbrander in een vetverbrander. En dat moeten we hebben. Want als jij op een gegeven moment in staat bent om uit je eigen lichaamsvetten energie te halen, ben je niet meer afhankelijk van koolhydraten. Ben je niet meer afhankelijk van, stel bijvoorbeeld je gaat hardlopen, je gaat een duursport doen, hardlopen. En hoe vaak hoor je niet dat mensen na een paar minuten krijgen ze het man met de hamer. Dan hebben ze geen brandstof meer, dan moeten er energiedrankjes gedronken worden, dan moeten er reepjes gegeten worden. Moet je van alles naar binnen werken om maar aan die energie te komen. Maar als jij een vetverbrander bent, dan kun je juist tijdens het duursporten, kun je gewoon uit je eigen vetreserves energie halen, waardoor de man met de hamer eigenlijk niet komt. En dat is zo mooi. Ik kan zelf ook, ik ga elke morgen bijna lopen, ongeveer 3 kwartier op een lege maag. Ik heb geen voeding nodig om aan mijn energie te komen. Nee, ik heb het vanuit mijn eigen vetreserves haal ik energie. En dan heb je ook nog een vorm van neoglucogenese, bepaalde energie die in je lever opgeslagen wordt. Gaat voor nu allemaal veel te diep. Maar onthoud dat als jij een vetverbrander bent, heb je niet om de klipklap eten nodig, koolhydraten, om aan voldoende energie te komen. En het teert je lichaam eigenlijk op zijn eigen vetreserves. Hoe mooi kan het zijn? Hoe leuk wil je het hebben? Goed, je verandert dus van een koolhydraatverbrander in een vetverbrander. Hey, Vera is erbij. Catharine is erbij. Welkom, lieve mensen. Hartstikke leuk. Judy Di Dios is erbij. Leuk. Ja. Erika Spoelstra zegt, ik eet koolhydraatarm en doe aan intermittent fasting. Kom ik allemaal op terug zometeen, Erika. Hartstikke goed. Je bent goed bezig. Er zit een kleine kanttekening aan, maar daar kom ik zometeen op terug. Nou, dan dus de hamvraag. Kun je langer en eventueel gezonder leven door een ketogeen dieet? Nou, er zijn verschillende vormen van ketogene diëten en ik noem er 2. Ik noem om te beginnen het standaard koolhydraatarm dieet of ketogeen dieet eigenlijk. En er is een eiwit ketogeen dieet. Daar kom ik allebei op terug. Nou, als je dan kijkt naar het standaard ketogene dieet, dan ga je 75% vetten eten, 20% eiwitten en slechts 5% koolhydraten. Nou, dat is ook een hele bijzondere verhouding. Dan, als je gaat kijken naar het eiwitrijke ketogeen dieet, dan heb je 60% vet, dus minder vet als bij het standaard ketogeen dieet, 35% eiwit en 5% koolhydraten. Nog altijd hartstikke weinig koolhydraten. Weet je, voor dit soort programma's heb je een onvoorstelbare wilskracht nodig. En vroeg of laat ga je het gewoon verliezen van je wilskracht. Er moet eigenlijk een soort innerlijke drive zijn om goed voor jezelf te zorgen. En dan blijf je maar gaan. Maar dit soort diëten, ze kunnen zeker resultaten opleveren. Terwijl er ook heel veel nadelen aan zitten. Daar kom ik zo meteen ook allemaal op terug. Maar het vraagt heel veel wilskracht. En weet je, eigenlijk de juiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten zou zijn, en dan gezien vanuit de oertijd, 1/3 eiwitten, 1/3 vetten en 1/3 koolhydraten. En waar zit je dan in vredesnaam met je 75% vet, 20% eiwitten en 5% koolhydraten? Die verhouding is finaal zoek. Maar mensen denken wel dat ze dit nodig hebben om goed in ketose te kunnen komen. Want nogmaals, ketose, als het op een gezonde manier gebeurt, is het eigenlijk hartstikke goed. Maar die 75% vet, of inderdaad 35 eiwit of 20 en zo weinig koolhydraten. Ik heb daar persoonlijk mijn vraagtekens bij, terwijl er natuurlijk heel veel verschillende visies en meningen zijn. Nou, je mag Tante Nettie op de mooie blauwe ogen geloven of niet. Ik ga vandaag vertellen hoe ik er tegenaan kijk en wat je ermee kunt doen is echt aan jouzelf. Ik bedoel, ik ben niet alwetend, maar ik heb wel een bepaalde mening en visie ergens over. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, het is niet oké om zomaar zelf te gaan rommelen. Laat je, als je met een ketogene leefstijl wil beginnen, laat je sowieso daarbij begeleiden. Want anders kan het echt flink fout gaan. Goed, dan gaan we nu kijken van hoe kom je in ketose. Hey, Wilma is erbij. Goedemorgen Wilma. Leuk dat je erbij bent. Hoe kom je in ketose? Nou, om te beginnen, wat kun je beter niet eten als je in ketose wil komen? Om te beginnen, de snelle suikers schrappen. En ik heb het al gezegd, dat vraagt veel wilskracht. Maar door alleen het schrappen van snelle suikers, ben je er nog niet. Wat je ook beter niet kunt doen, is geen geharde vetten. Nou, ik heb net genoemd dat een klassiek ketogeen dieet heeft 75% vetten.
Nou, als je nou de verkeerde vetten neemt, dan ben je echt nog niet jarig. Want als ik dan praat over vetten, dan praat ik over de gezonde vetten. En je hoort mij niet zeggen dat verzadigde vetten ongezond zijn, zeker niet. Maar ik zie veel mensen die echt op hun eigen houtje een ketogene leefstijl gaan hanteren, dat ze echt zo'n raak pakken als ze maar vetten binnenkrijgen. En die eten roomboter, margarine, halvarine, zonnebloemolie, als het maar om een vet gaat. En als je nou te veel foute vetten binnenkrijgt, dan kun je heel snel in een soort van verzuring terechtkomen. Kom ik ook allemaal nog op terug. Maar wat belangrijk is dat je geen geharde vetten neemt, zoals margarine, halvarine, becelles, helemaal uit den boze. Maar ook geen panvet, geen transvetten. Dat zijn eigenlijk allemaal de foute vetten. En qua onverzadigd vetzuur is ook bijvoorbeeld zonnebloemolie een no-go. Die veroorzaakt heel veel ontstekingen. Nou, dan heb je de pop aan het dansen, maar dan ga je verzuren. En dan heb je gewoon echt een vetprobleem. Eigenlijk is het andersom. Je gaat verzuren en daardoor ontstaan ontstekingen. Maar linksom of rechtsom, het is geen gezonde situatie. Nou, wat je ook beter niet kunt eten is geen granen en geen zetmelen. Met als gevolg dat je heel veel vezels tekort komt. Dat is echt een flinke uitdaging. Dan, als mensen echt een diepe ketose willen ervaren, mogen ze ook geen fruit. Nou, ik ben daar sowieso geen voorstander van. Ik vind eigenlijk dat je gewoon dagelijks sowieso, ja, eigenlijk minimaal en maximaal, 2 porties fruit is gewoon perfect. Dan, wat je beter niet kunt eten, is bonen, peulvruchten, wortels en knollen. Alcohol is ook niet geschikt voor ketose. Dan ook geen suikervrije dieetproducten, hè? Dus inderdaad suikervervangers. Mag je met name denken aan de glucosestroop, de fructose. Dat zijn hele goedkope bronnen van suiker die werkelijk overal in gebruikt worden. En dat zijn juist de producten die jou echt uit ketose houden. Dus geen suikervrije dieetproducten. Wat wel kan, is stevia is bijzonder goed, erythritol. Erythritol, bruine suiker, maar ook bijvoorbeeld de Green Sweet Syrup Gold. Die zijn eigenlijk allemaal perfect, ook als je in ketose wil komen. Er zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen daarin, maar dat zijn dingen die prima zijn. Nou, ik heb nu genoemd wat je beter niet kunt eten, hè Mary? Maar misschien wil je nu weten wat je juist wel kunt eten als je in ketose wil komen. Nou, heel veel mensen denken dan inderdaad vlees, vis, kip, kaas, noten, eieren en dat is het dan. Nou, dan kom je er echt niet mee. En wat er dan ook gebeurt, je gaat er ongelooflijk verzuren. Het is wel de basis van een klassiek ketogene dieet. Dus eigenlijk het dagelijkse standaard ketogene dieet. Maar ik ben hier geen voorstander van. Wat je vaak nog wel kunt eten zijn avocado's. En dat zijn natuurlijk koolhydraten en eiwitten en vetten. En avocado is een heel gezond, plantaardig eiwit, vet, koolhydraat. En die kun je dus eigenlijk wel goed gebruiken. Ik zou ook aan het gebruik van avocados kleven nadelen. Natuurlijk, net die komt weer met de nadelen. Maar toch. En wat je ook kunt gebruiken is koolhydraatarme groentes en kruiden. Dus dit is eigenlijk wat je mag hebben als je een standaard ketogeen dieet gaat volgen. Nou, als we dan kijken naar de eetlijnmethode, dat is een milde vorm van ketose. Dus of je nou licht in ketose bent of donker in ketose, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, met ketose is net zoals met jarig zijn. Je bent jarig of niet jarig en met ketose net zo. Terwijl ik zo meteen wel, nou, ik zal het gelijk maar even pakken. Er zijn namelijk ketose sticks. En deze ketose sticks, die zitten in zo'n potje. Even eentje uitvissen. Het is een stokje met een sponsje erop. En als je nou over dat sponsje gaat plassen, 's morgens, de eerste plas aan het einde van de plas, of eventueel de tweede plas, of als je 's middags een eind gewandeld hebt, of je hebt gesport en je komt terug en dat je dan even meet, ben ik in ketose. Nou, normaal gesproken is dit de normale situatie, deze, en dan ben je dus niet in ketose. Kom je nou in die roze of donkerrode verkleuring, dan ben je in ketose. Of je nou hier zit of daar, je bent in ketose. En toch ben ik geen voorstander van die hele donkerrode kleur. Maar dan kan je namelijk op een gegeven moment echt in een te diepe vorm van ketose komen.
En als ik dan praat over milde ketose of diepe ketose, dat heeft meer te maken met de manier waarop je in ketose komt. Dus eet je alleen maar vis en kip en eieren en noten en kaas. En dat is het dan eigenlijk. Dat is een diepe vorm van in ketose komen. Terwijl de eetlijn, dan ga je gewoon toch groente eten, lekker fruit eten, lekker vezels eten. Dat is gewoon allemaal wat gematigder. Je komt ook in ketose, maar op een mildere manier. En je lichaam zal er veel en veel blijer mee zijn. Dus de eetlijn is een milde vorm van ketose. En als je nou heel erg slechte, ongezonde vetten eet en ook nog eigenlijk die standaard ketose, dan heb je kans uiteindelijk op ketoacidose, namelijk op ketonevergiftiging. En daar ben ik geen voorstander van en daarom wil ik graag het verschil uitleggen. Op welke manier kom jij in ketose? Goed, na de voeding gaan we eerst even kijken naar de supplementen van ketose. Nou, als je nou in ketose wil komen, dan is het heel belangrijk om een goede multi te gebruiken. En ik gebruik zelf uiteraard de multi die ik zelf heb laten maken. Dat is de multi van de eetlijn. Dat is multivitamine en multimineralen, dus de dubbel M. En die kun je bestellen bij jouw eigen eetlijncoach als je die hebt. Heb je geen eigen eetlijncoach, dan kun je aan mij vragen naar een verkooppunt bij jou in de buurt. Of je kunt het eventueel, als die allebei de dingen dus niet zo zijn, dan kun je het uiteindelijk bestellen in de webshop van de eetlijn. Dat is www.shop.deetlijn.nl. En dan ga je kijken bij dubbel M en daar vind je inderdaad dit prachtige product. Nou, dan een tweede supplement. Er zijn meerdere supplementen, ik noem er vandaag twee. Een tweede supplement om goed in ketose te komen is de MCT-olie. Als je deze gaat gebruiken, kom je veel sneller in ketose. En ik heb het zelf uitgeprobeerd. Ik was altijd dol op MCT-olie, maar ik gebruikte het te weinig. Nu is mijn favoriete drankje 's morgens om een uur of 10:30 is eetlijn boter koffie. En daarin gebruik je inderdaad ook een koffielepel MCT-olie en een koffielepel ghee. G-H-E-E. Nou, en als je die twee combineert met jouw heerlijke koffie, dan kom je veel sneller in ketose. Dus dit is ook een tweede supplement als je normaal gesproken niet zo makkelijk in ketose komt. Dus deze twee supplementen eigenlijk. Nou zijn er mensen en die testen tot z'n onzwegen. Nou, zou natuurlijk handig, nou niet echt handig, maar toch. Zeg u net, ik doe alles. Ik heb een ketogene leefstijl of ik volg de eetlijnmethode waar ik laaiend enthousiast over ben. Maar ik kom maar niet in ketose. Dat stripje, dat blijft maar huidkleurig uitslaan. Nou, die mensen, hoe het ook zijn best doen, die kunnen inderdaad de MCT-olie 's morgens bij hun koffie gebruiken. Kan je MCT-olie gebruiken voor koken? Ja, dat kan inderdaad, want het is een stabiel vet die niet gauw, oxideert, zo moet ik het zeggen. Dus je kunt het ook gebruiken om te koken. Ik moet wel zeggen, als je het gebruikt in de boterkoffie, dat je veel meer geniet van die intense smaak van kokos, van die MCT-olie. Hij smaakt namelijk echt heerlijk en die geeft je koffie een heerlijke romige smaak. Dus, maar het kan inderdaad ook voor koken, Simone. Goeie vraag. Hey, Ineke is te laat, maar je kan nog naluisteren. Ineke, goedemorgen. Nou, stel dat je nou dit allemaal test. Je doet nog zo je best. Je gebruikt MCT-olie en je doet alles goed en je raakt nog steeds niet in dat roze gebied. Dan kun je een aantal andere dingen merken of je wel of niet in ketose bent. Om te beginnen, een verbeterd humeur. En dat kun je beter vragen aan je huisgenoten of de mensen om je heen. Of je nou inderdaad een verbeterd humeur hebt. Ik merk het altijd aan mezelf. Dan loop ik heel de dag te zingen en te neurien. En weet je, ik merk het gewoon echt aan mezelf. Maar nog beter kun je het vragen aan je huisgenoten of mensen om je heen. Dan een minder frisse adem kan je ook vragen aan de mensen om je heen. En die zeggen, minder frisse adem, net die echt, het is niet te harde. Nou, dat zijn de ketonen die vrijkomen. Dat ruikt een beetje naar aceton. En weet je, ketose heeft zoveel voordelen dat een paar nadelen moeten we er maar bij gebruiken. Of bij voor lief nemen. En ik heb hem nou hier niet staan. Nee, maar ik heb een heerlijk spreetje. Kan je vinden in de webshop van de eetlijn. Een heerlijke mondspray. En die heb ik eigenlijk altijd bij de hand. En dan kan ik toch af en toe eventjes, als ik een cliënt krijg of ik moet even wat dichter bij iemand komen, eventjes sprayen. En dan gaat het weer. Dus dat kun je sowieso gebruiken.
Nou, dan nog een symptoom van ketose is een metalige smaak in je mond. Dat proef je echt. En ik ben altijd blij als ik die smaak proef. Denk ik, oh lekker, ik ben weer in ketose. Nou, daarnaast veel meer energie. Vaak al na de eerste dagen. Sommige mensen moeten eventjes schakelen. Die hebben in het begin zijn ze juist extra vermoeid. Slapen even wat minder goed. Kom ik zo meteen allemaal op terug. Maar ik merk het zelf. Ik loop altijd al over van energie. En ik hoop een beetje van mijn energie aan jou als kijker mee te geven. Maar als ik in ketose ben, dan loop ik nog veel meer over van energie. En dat zul je zelf ook merken. Veel meer energie. Lekkerder in je vel. Geen honger meer. Want als je namelijk koolhydraten gebruikt, dan wordt er insuline aangemaakt. Nou, insuline is A, het vetopslaghormoon. Maar daarnaast is het ook zo, als er insuline aangemaakt wordt, ga je nog meer koolhydraten nemen. Daarna kan je in een dip terechtkomen. Krijg je nog meer honger. Dan krijg je dus die hongerklop. En als je dus een ketogene leefstijl volgt, moet ik zeggen, dan heb je eigenlijk geen honger meer. Dan kan ik echt, weet je, als zou ik s'avonds om 6 uur pas te eten krijgen, deert me niet, gewoon echt geen probleem. Dus dat zijn allemaal voordelen. Maar daarna kan je het ook merken dat je inderdaad geen honger hebt en dat je vet gaat afbreken. Ook een hele belangrijke, als je merkt dat je vet gaat afbreken, is eigenlijk een teken van ketose. Dus dit zijn allemaal signalen dat ondanks dat de stik niet uitslaat, dat je toch op een bepaalde manier in ketose bent. Dus geen paniek als de stik het niet doet. Ik zou hem sowieso gebruiken. En pas ook op dat hij niet nat wordt. Als je de badkamer open staat en je gebruikt hem de andere dag, dan doet hij het niet meer. Dus altijd het potje goed dichtdraaien. En toch al na een aantal maanden eventueel een nieuw potje aanschaffen. Omdat die stik dan uiteindelijk niet meer werken. Goed. Nou, dan gaan we nu kijken wat de nadelen zijn van een ketogene leefstijl. En dan bedoel ik vooral de leefstijl of de ketose die bereikt wordt door heel veel dierlijke eiwitten, door veel vetten en je let niet op of je de goede vetten wel gebruikt. Nou, dan krijg je eigenlijk een diep ketogene, de standaard ketogene leefstijl, die in mijn optiek, en vergeef me als je een andere mening hebt, allemaal prima, maar in mijn optiek dat je dan op een verkeerde manier in ketose terechtkomt. Want nogmaals, ketose, ik ben er hartstikke enthousiast over, ga ik zo meteen ook allemaal vertellen, maar het gaat naar mijn idee er meer op welke manier kom jij in ketose. Eet je nou te veel dierlijke eiwitten en veel vetten, maar met name de slechte vetten, nou dan krijg je dus alle nadelen die ik hierna ga noemen. En als je op de juiste manier in ketose komt, op een milde manier in ketose komt, onder andere door de eetlijnmethode, dan ervaar je al die nadelen niet. En ik ga de nadelen nu noemen. Ketose wordt onder andere gezegd dat het slecht is voor de schildklier. En nou, weet je, dat kan ik een beetje nuanceren. Ik zeg altijd, de schildklier heeft koolhydraten nodig. En als je in ketose komt door veel te weinig koolhydraten, dan doe je je schildklier eigenlijk ook tekort. Dus sowieso, als je in ketose wil komen, doe dat op een manier dat je toch voldoende koolhydraten binnenkrijgt om die schildklier tevreden te stellen. Daarnaast is als je hele slechte vetten eet, dus zeg maar 75% slechte vetten, dan wordt de schildklier ook niet vrolijk van. Terwijl als je op een goede manier in ketose komt, daar kom ik zo meteen echt op terug, op een goede manier in ketose, dan wordt zelfs jouw schildklier daar blij van. Dus weet je, het is allemaal, je moet het allemaal heel erg nuanceren. Nou, als je nou zeker wil weten of je schildklier het goed doet, ga dan af en toe laten testen. En meestal testen ze een aantal waarden, T3, T4 en nog wat. Maar je hebt ook de antistoffen moet je weten en TPO. Dus je moet alle waarden van je schildklier laten testen. Wil je daar meer over weten? Ik heb een keer een blog geschreven, of Ria althans, over de schildklier. Die kun je erbij zoeken en dan kun je gewoon eventjes kijken, joh, wat is nou goed voor de schildklier om te weten en welke waarden moet je testen? Oké, nou dan als je langdurig het standaard ketogene dieet volgt, dan kan je een tekort aan voedingsstoffen oplopen. Zeker als je geen fruit eet, als je geen vezels eet, denk je, help jongens, waar zit je dan met je goede voedingsstoffen? Waar gaan die darmen naartoe? Dat zijn allemaal belangrijke dingen.
Dan, het kan leiden tot de ketogriep, zeker in het begin. Dan heb je veel minder energie, slapeloosheid. Je wordt er hartstikke chagrijnig van. Hoofdpijn, verminderde hersenfuncties, misselijkheid, meer honger. Spijsverteringsproblemen door te weinig vezels. Slechtere sportprestaties. Dat kan met de eetlijnmethode ook, maar dat keert na een paar dagen. Als je namelijk veranderd bent van een koolhydraatverbrander in een vetverbrander, dan verbeter je sportprestaties met de dag. Dus het is allemaal die ketogriep is het begin. Maar als de manier waarop je in ketose komt niet gezond is, dan heb je veel meer last van de nadelen. Die ben ik nu aan het noemen. Nou, wat ook belangrijk is, als je nou in ketose komt door te weinig koolhydraten en veel vetten, dan kan dat problemen geven in je darmbacteriën. Want je hebt namelijk een hele darmflora en die darmflora bestaat uit darmbacteriën en alle voedingsstoffen hebben speciale darmbacteriën om die voedingsstoffen af te breken. Zo heb je speciale darmbacteriën voor koolhydraten, om koolhydraten af te breken en te verteren. Maar als je nou geen koolhydraten neemt of slechts 5%, dan denken die darmbacteriën, hallo, ben jij nou in vredesnaam mee bezig? Ik heb koolhydraten nodig en die krijg ik niet van jou, dus zoek het maar lekker uit. Ik doe niet meer mee. En die darmbacteriën die dus normale koolhydraten verteren, die verdwijnen met de noorderzon. En als je uiteindelijk het koolhydraatbeperkte en het ketogene dieet hartstikke zat bent, je kunt het niet meer opbrengen. Je gaat je koolhydraten eten, dan worden die koolhydraten niet meer verteerd en die worden allemaal omgezet in vet. Hoe naar? Dus weet je, dat zijn allemaal nadelen van standaard ketogeen dieet. Het kan je nieren belasten. Je kunt nagaan als je nou zoveel dierlijke eiwitten neemt. Nou, die nieren weten gewoon niet meer hoe ze het hebben. Die krijgen veel te veel dierlijke eiwitten. Te veel afzetting van kalk. En het gaat allemaal je nieren gewoon toch uiteindelijk nadelig beïnvloeden. Als je te veel dierlijke eiwitten neemt, dan zijn je nieren daar niet blij mee. Dan, je bloedsuikerspiegel kan soms gevaarlijk laag worden. Als je heel weinig koolhydraten eet, dan gaat die bloedsuikerwaarde die gaat omlaag. Nou, als je dan ook nog meer gaat bewegen, heb je echt een vetprobleem. Dus de bloedsuikerspiegel kan te laag worden met flauwvallen tot gevolg. Kan allemaal gebeuren. Dan, het kan de gezondheid van de botten schaden door de verzuring. Ik ben enorm de advocaat van de duivel aan het spelen nou. Dat realiseer ik me heel goed. Maar dit heeft allemaal niet te maken met de ketose. Maar de manier waarop je in ketose komt. Ik hoop dat dat onderscheid heel duidelijk is. Nou, kan de gezondheid van de botten schaden door de verzuring. Als je gaat verzuren, dan gaat jouw botten worden leeggeroofd, want dan heb je kalk nodig om die zuren te compenseren. En dat komt allemaal uit je botten en zeg maar dagpotjes met je handje en het is gewoon foute boel. Dan ook door de verzuring krijg je ontstekingen en daardoor heb je veel meer kans en risico op chronische ziektes en op uiteindelijk als het heel heftig wordt, vroegtijdig overlijden. Want als je bloed gaat verzuren, nou, dan ben je nog niet jarig. Dus probeer ten alle tijde die verzuring sowieso te voorkomen. Daar heb je weer andere sticks voor. Oh, ik heb allemaal meetapparatuur. Dat is niet deze, maar een andere. Ik heb hem ook niet liggen hier. Dat is een beetje jammer. Ook in de webshop van de Eetlijn. Dat zijn dus sticks om jouw verzuring te meten, dan kan je de pH-waarde meten. Dat zijn pH-waardesticks. Ook hartstikke belangrijk om regelmatig jouw pH-waarde te meten, om te zien, joh, ben ik nog steeds goed bezig. Nou, lekker, allemaal meten. Nou, dan kom ik nu bij de voordelen van de ketogene leefstijl. En die zijn eigenlijk veel groter dan de nadelen. Maar alleen als je op een juiste manier, ik kan het niet genoeg benadrukken, als je op de juiste manier de ketose situatie bereikt. Dus niet door te veel dierlijke eiwitten, niet door 75% ongezonde vetten. Want als je dus ongezonde vetten gaat eten, krijg je veel te veel omega 6 binnen. En dat geeft natuurlijk weer allerlei problemen, ontstekingen en allerlei gezondheidsklachten. Maar als je het op de juiste manier de ketose veroorzaakt, ik kan het niet genoeg zeggen, dan heb je heel veel voordelen. En dan bedoel ik eigenlijk dat je op een milde manier, dus met groenten, met fruit, met vezels, met niet te veel eiwitten en niet te veel dierlijke vetten, op een gezonde manier in ketose komt. Dan gaat het hartstikke goed. En dan verbetert het alleen maar voordelen. Geeft alleen maar voordelen.
Om te beginnen verbetert het de hormoonspiegel, zoals de insulinespiegel, de leptinegevoeligheid. Leptine is het hormoon dat ons het seintje geeft dat we voldoende gegeten hebben. Je hebt ghreline, hongerhormoon, leptine, verzadigingshormoon. Nou, die zijn vaak compleet van de rails. Als we te veel koolhydraten eten, krijgen we schommelingen in die insulinehuishouding. En daardoor ook schommelingen in de leptine en ghreline, die gaan gewoon van de rails. Dus ketose betekent gewoon een stabielere hormoonhuishouding. Om te beginnen insuline en leptine, waardoor je dus geen honger meer hebt. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Een snellere verbranding en daardoor afname van vetopslag. Het geeft een eiwitsparend effect, waardoor minder afspraak van de spieren. Nou jongens, dat moeten we toch ook hebben. Dus minder vet en meer spieren. Nou, dan komt je gezondheid alleen maar te goede. Gezondere cholesterolwaardes. Minder ontstekingen, wat goed is voor je huid. Onder andere bij acne. Minder ontstekingen is goed bij hart- en vaatziekten, tegen hart- en vaatziekten. Dan het ketogene dieet, leefstijl moet ik eigenlijk zeggen, wordt ingezet bij bepaalde vormen van kanker. Dan kan een ketogene leefstijl ook bepaalde symptomen van Alzheimer verminderen en de voortgang vertragen. Een ketogene leefstijl wordt in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen ingezet bij epilepsie. En ik zal je zeggen, we hebben een dochter met autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking. Zij heeft een hele tijd de ketogene leefstijl gevolgd. En ze ging er zo ongelooflijk op vooruit. Minder aanvalletjes. Autisme was veel acceptabeler, de symptomen van autisme. Maar uiteindelijk is die ketogene leefstijl toch weer wat veranderd in de normale leefstijl. Want uiteindelijk kon ze ook niet volhouden. Als alle bewoners in het huis allemaal lekkere dingen eten en zij zit als enige aan een ketogene leefstijl, uiteindelijk is het gewoon, heeft het niet meer gewerkt. Nou, ik moet zeggen, ze is toen de tijd 30 kilo afgevallen, zijn een paar kilo bij, maar het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ik vind wel dat haar gedrag daarna toch wel weer ietsje verslechterd is. Dus dat is dan wel weer een nadeel als je weer teruggaat op een gewone leefstijl. Maar weet je, soms moet je eieren voor je geld kiezen. En je hebt voor- en nadelen. En het was voor haar vreselijk. Maar al die andere kindertjes patat te zien eten. En zij mocht het niet. Nou, weet je, klaar. We accepteren dat het nu zo is. En het gaat eigenlijk hartstikke goed met haar. In het Radboud ingezet. Oh nee, ik zeg het niet goed. Ik ben een beetje aan het ratelen geloof ik. Maar weet je, ik ben zo enthousiast over dit thema. Ik ga nu even dimmen. Nettie, langzaam. Dan, het wordt ingezet bij hersenletsel, geeft namelijk sneller hersenherstel. Dan, als je nou in ketose komt, als je goed in ketose bent op een gezonde manier, en je gaat ook nog dat eventueel combineren met intermittent fasting, dan krijg je een situatie van autofagie. Nou, autofagie is een Grieks woord, een samenstelling tussen auto, dat betekent zelf, en fagie betekent opeten. En ben je nou in autofagie, nogmaals, ketogene leefstijl op een gezonde, milde manier, ik kan het niet genoeg benadrukken, in combinatie eventueel met intermittent fasting, dat betekent tijdelijk vasten, dan ontstaat die autofagie. En bij die autofagie gaat het lichaam oude cellen, kapotte cellen, celresten opeten als het ware en gebruiken als energie. Nou, het is een ongelooflijk knap staatje van recycling, dat jouw lichaam op deze manier ja, gewoon aan recycling doet. En dat bereik je vooral dus als je, nogmaals, een gezonde ketogene leefstijl, eventueel in combinatie met intermittent fasting. Dus een hele mooie combinatie. En dan krijg je dus autofagie en dan gaat je lichaam zichzelf schoonmaken en opruimen. En dan denk ik toch eigenlijk logisch dat je daardoor wat minder last hebt van de effecten van Alzheimer of het proces kunt vertragen. Dat je op die manier het lichaam kan helpen ondersteunen bij bepaalde situaties van kanker. Want als het lichaam schoner wordt, dan kan het zichzelf genezen. Daar moet je gewoon heel goed over nadenken. Dus die combi is perfect. Intermittent fasting met een gezonde ketogene leefstijl. Nou, dan gaat daardoor ook het verouderingsproces trager. Je huid wordt er beter van. Ik kan zeggen, joh, net die rimpeltje meer of minder, wat maakt het uit? Weet je, je hebt helemaal gelijk. Maar ik heb nog nooit een vrouw, met name een vrouw, horen zeggen, doe mij maar een hoofd vol met rimpels. Dat mensen willen dat eigenlijk weer zo lang mogelijk mooi en gezond zijn. En mooi zijn is eigenlijk een oer
Behoefte? Want als je mooi bent, komen de mannetjes meer op je af. En dan kun je makkelijker voortplanten. En elke vrouw wil gewoon toch eigenlijk van nature mooi zijn. Laten we eerlijk zijn. Ik zeg een rimpeltje meer of minder, niks mis mee. Maar een hoofd vol met rimpels? Nou, mij niet gezien. Mij niet bellen. Ja, oké. Okay. Goed. Ik zit even te spieken op een spiekbriefje. Nou, als je bijvoorbeeld de eetlijnmethode volgt, heb je minder aanmaak van insuline nodig. Is er vetafbraak en de veroudering wordt trager? Nou, lieve mensen, wat wil je nog meer? Nou, en dan nu een inkoppertje. Ben je nou na deze uitzending heel erg benieuwd hoe een gezonde ketogene leefstijl eruit ziet? Dus niet een standaard ketogene leefstijl, niet de eiwitketogene leefstijl, maar echt een gezonde ketogene leefstijl. Met de verhouding koolhydraten, eiwitten, vetten, 1/3, 1/3, 1/3 en toch in ketose komen. Nou, meld je dan aan voor mijn gratis webinar op, even kijken, ik heb 2 webinars gepland. Eentje op 17 augustus en één op 22 augustus. Dan ga ik je nog meer vertellen over een gezonde ketogene leefstijl. Je kunt je aanmelden via de link boven deze video. Dan kom je in een aanmeldformulier terecht. En dan kun je kiezen voor 17 augustus of 22. En dan ga ik je alles vertellen hoe je op een gezonde manier in een gezonde staat van ketose kunt komen. Dus laat je verrassen. Het recept van morgen. Het courgette taartje. Nou, het ziet er natuurlijk schattig uit. Het is een prachtig taartje. En ja, wat je nodig hebt is om te beginnen, ja, hoe kan het ook anders, een flinke courgette. Dan knoflook, uien hebben we allemaal in huis. Lenteuitjes deze keer. Dan heb je nodig 80 gram feta. 30 gram pittige, eventueel zelfgeraspte kaas. Kan manchego zijn, dat is mijn favoriet. 3 biologische eitjes, losgeklopt. Nou, zwarte peper, Himalaya zout. Sherry tomaatjes. Dan wat sla naar keuze. Een handje zwarte bio-olijven. Als het kan, zongerijpt. 2 augurkjes en 4 eetlepels olijfolie. Extra vierge en laag in zuurgraad. En wat citroensap. Dat zijn de ingrediënten die je nodig hebt voor morgen. Dus even herhalen. Ik herhaal niet de dingen die je sowieso in huis hebt, maar eventjes de extra dingen. Courgette, lenteui, feta, geraspte kaas, sherry tomaatjes, bio olijven, zwarte augurkjes. Nou, dat was het. De rest heb je allemaal standaard in huis. Goed, lieve mensen, dit was het. Dan het thema voor volgende week. Ja, dit is eigenlijk ook weer een super interessant thema waar ik ook alleen maar helemaal enthousiast over kan worden. Dat zijn de lichaamscellen. En de lichaamscellen die zijn super belangrijk, want we denken wel eens dat we gezond zijn, maar we zijn alleen gezond als onze lichaamscellen een optimale gezondheid bereikt hebben. En daar ga ik het volgende week met jou over hebben. Nou, ik ben ver over tijd. De coaches zitten met smart te wachten op mijn coachuitzending, dus ik ga nu gauw verhuizen naar de coachgroep. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken, maar ook voor het liken en het delen. Als je zegt, nou Nettie, deze uitzending moet iedereen zien, want we willen met elkaar op naar een gezonder Nederland. Alsjeblieft, ga deze uitzending kijken en liken en delen. Allemaal nogmaals bedankt, een onwijs fijn weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week, dan ben ik er weer met lichaamscellen. Fijn weekend, doei doei, doeg!